Welkom bij weer een nieuwe NEC-update vanuit de Stevenskerk, waar deze week dus de hele week activiteiten zijn naar allemaal de Kruppen. Daar komen we zo meteen nog even op. Maar eerst maar even naar die wedstrijd van dinsdagmiddag. Om 3 uur werd er afgetrapt. Dan moest het restant gespeeld worden van de wedstrijd tegen FC Groningen. En NEC wist te winnen. Moeizame wedstrijd, maar toch was daar het doelpunt van Jordy Bruin uit een penalty. Ja, dankjewel. Dankjewel. Was fijn en het doelpunt en de 3 punten. We staan nu weer 8e, dus gaat de goede kant op richting de laatste 4 wedstrijden. Ja, die korte eerste helft, want dat was het natuurlijk, omdat we pas in de 18e minuut begonnen, was erg slordig, hè? Ook van jullie kant. Ja, klopt. Wij speelden erg slordig en dat hebben we wel elkaar duidelijk gemaakt in de rust, dat echt beter moest. Ik denk dat bij Vlaag in de tweede helft wel beter was, maar ook nog niet het spel dat wij kunnen spelen. Zoals gezegd, als je dan merkt dat het zo'n wedstrijd is, dan moet je maar... Ja, met z'n allen de beuk erin gooien en ervoor zorgen dat je in ieder geval de pot dicht houdt en een paar keer goed uitkomt. En ja, ik denk dat we dat uiteindelijk wat dat betreft goed hebben gedaan. En er was geen hupje? Nee, vandaag niet. Hij zat wel? Hij zat wel. Ja, geen beste wedstrijd was het. En daar was Rogier Meijer het wel mee eens, maar wel de 3 punten. Nee, het ging niet makkelijk, nee. Maar dat had ik ook niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. In deze ambiance, maar ook op deze fase van de competitie, ja, dan gaat het niet altijd even makkelijk. En wat ik gisteren ook al zei, ja, dan gaat het gewoon omdat je wedstrijden wint. Vooral, het was vooral een slordige wedstrijd. Hoe probeerde je dat dan toch nog om te zetten? Ja, ik denk dat het onrustig was van beide kanten. Hè. Beide kanten best wel veel druk gezet. En dat dwong we ook fouten mee af, maar we maakten zelf ook fouten. Ja, de rust hebben we wel aangegeven, ja, we moeten wel proberen te voetballen in de momenten dat het kan. En dan kunnen we hun misschien ook pijn doen daarna. Maar goed, ik denk dat de tweede helft wel beter was. We kwamen een aantal keren wel goed door. Alleen ja, dan valt hij net niet goed. En dan is het des te lekkerder dat op het einde dat hij wel goed valt. En dat je dan een penalty en een rode kaart krijgt. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Ja, dan was er dinsdag nog meer te doen hier in de Stevenskerk. Eigenlijk zou er een talkshow zijn. Dat ging niet door vanwege, omdat NEC dus moest spelen. Maar wel was hier de 150e Jarda podcast werd hier opgenomen. En de hele week zijn hier van allerlei activiteiten. We staan nu in het fotomuseum. Er is ook nog een ander museumtje. En je kunt je seizoenkaart hier gaan verlengen. En daar sprak ik eerder over met algemeen directeur Wilke van Schaik. Want ja, de prijzen zijn weer wel wat duurder geworden. Ja, kijk, wij moeten wel wat doen. Al onze kosten worden hoger. Vorig jaar was het niet alleen een prijsindexatie, maar was het ook echt gewoon de prijs recht evenaren richting Eredivisie. Dus dat recht trekken. En nu hebben we gekozen voor een kleine indexatie. Omdat alles om ons heen wordt ook duurder. Onze supporters hebben ermee te maken, onze businessclubleden. Gemiddeld is het in Nederland 11-12% wat de prijzen zijn gestegen. En wij hebben gedacht, ja, we moeten wel iets doen, omdat wij ook te maken hebben met hoge kosten. Maar we kunnen niet alleen dat bonnetje neerleggen bij onze supporters. Dus ik denk dat we het gematigd hebben gedaan. Ja, vorig jaar riep je nog echt van, we moeten deze stap maken. Willen we spelers zoals Schöne en Sillissen in de Goffert hebben? Dan is er ook wel een klein beetje teleurstelling natuurlijk bij het publiek, omdat er weinig thuis gewonnen heeft. Heeft dat er nog meegespeeld? Nee, weet je, het resultaat is het resultaat. We hebben veel gelijk spelen. Een aantal gewonnen, een aantal verloren. Dat zijn de verbeterpunten. Dat hebben we al eerder gezegd. Als je voetbaltechnisch kijkt, moeten we meer wedstrijden gaan winnen. Nou, dat is een verbeterpunt. En dat heeft te maken met ervaring in de Eredivisie. Dat heeft ook te maken met de bezetting van bepaalde posities. Nou, daar mag iedereen weer wat van verwachten. We hebben natuurlijk Carlos Albers teruggehaald. We hebben Nick Kersen teruggehaald. Dus ja, die mensen zijn achter de schermen keihard bezig. We hebben het contract voor Rogier Meijer verlengd. Ik denk echt dat we stappen maken en dat we het volgend jaar weer beter willen doen dan dit jaar. En dat was dit jaar ook de inzet. Je zult maar een nieuwe speler nu binnenhalen om dit te laten zien. Ja, we hebben in ieder geval weer mooie content als we een nieuwe speler binnenhalen. Om te laten zien hoe deze club in de stad leeft en bij wat voor club die komt. Ja. We hebben ooit eens een keer Rens van Eijden hier geïntroduceerd. Maar ja, wie weet wat er van de week nog komt. Wie weet. Ja, dit was hem dan weer, de NEC-update voor dit moment en ook voor deze week. Want er is geen voorbeschouwing natuurlijk vrijdag. Want dit weekend is NEC gewoon vrij. Dus we zijn er volgende week in ieder geval weer. In de tussentijd blijf je op de hoogte via onze website rn7.nl. Of volg mij eventjes op Twitter. En graag tot de volgende update.